Op het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, is gisteren de one-stop window Bisa-Busa gelanceerd. De officiële handeling werd verricht door minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken en Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken. De one-stop window Bisa-Busa, ook wel OSW genoemd, zal ervoor zorgen dat de wachttijden van de consulaire dienstverlening van het CBB korter worden. Zo zal de afhandeling van akten en paspoortaanvragen veel vlotter verlopen. Verder zal de wachttijd voor verificatie van nationaliteiten en diverse verklaringen, aangevraagd door in het buitenland vertoevende Surinamers, drastisch worden verkort. Deze dienst zal bemenst worden door zowel medewerkers van het CBB als consulaire medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ligt in de bedoeling deze faciliteit in de toekomst uit te breiden naar de overige instanties die betrokken zijn bij de consulaire dienstverlening.